Paul Vlaanderen en het Mago-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griend, regie Dick van Putten. Tweede episode, Ted Angus. We hebben een jonge vrouw uit de Theems opgevist vanmorgen. Ongeveer 2 uur geleden. Ze was geworgd. Het was de dochter van George Kelburn. Paul. Julia Kelburn? Ja, maar dat was niet alles. Wat bedoel je? Het meisje was gekleed in een grijze regenmantel. Op een label, achter in de kraag van de mantel, een naam. Ja? Die naam hebben we eerder gezien. Margot? Ja, mevrouw Vlaanderen. Margot. Zo. Ongeveer 1 week geleden werd Ina door de tot nu toe onbekende personen ontvoerd. En plotseling weer teruggebracht. Wij weten niet waarom dit gebeurde. Ons enige spoor was een mantel die we vonden achter in de wagen van Ina. In die mantel vonden we de naam Mago. We probeerden die naam verder op te sporen, zonder resultaat. Deze morgen dus komen we die naam opnieuw tegen. En wel bij Julia Kelburn. Ah. In ieder geval, inspecteur, is er iemand die over deze moord helemaal niet verbaasd zal zijn. Julia's stiefmoeder, Linde Kelburn. Waarom zegt u dat, mevrouw? Mevrouw Kelburn belde me op en maakte een afspraak met me voor vanmorgen 9 uur. En toen ik haar vroeg waarom ze me wilde spreken, zei ze dat het ging over Julia, die op het punt stond vermoord te worden. Hoe laat belde mevrouw Kelburn u op? Vannacht, of liever vanmorgen om 3 uur. Merkwaardig. Heel merkwaardig. Ja, niet waar? Toen ik de telefoon opnam. Nee. U begrijpt me verkeerd. Ik heb mevrouw Kelburn gesproken. 1 uur geleden ongeveer. Ik was er even thuis in Eaton Square. Ze heeft geen woord gerept over een telefoongesprek met u. Hey. Integendeel. Ze leek me erg overstuurd toen ze het nieuws hoorde. Ik vond zelfs dat ze veel erger van streek was dan haar man. Dus geen woord over dat telefoongesprek? Niets, nee. Hey. En hoe reageerde meneer Kelburn? Nou ja, hij was wel wat van streek natuurlijk, maar ik kreeg wel de indruk dat hij vooral de laatste tijd ze erg bezorgd had gemaakt over haar. Ze hield er nogal wat vreemde vriendjes op na, moet u weten. Ja, en zekere Tony Wyman onder andere. Ja, die heb ik ook al op de korrel. Ik heb een afspraak die ik vanmiddag... Excuseer een ogenblik. Jazeker. Hallo. Met Paul Vlaanderen. Ja, spreekt u mee. Met Mike Landon Vlaanderen. Oh ja, morgen Langdon. Ik heb verschrikkelijk nieuws, Vlaanderen. Over Julia. We hebben het gehoord, ja. Ik heb een hoofdinspecteur van de yard hier. Oh, dan weet je er dus alles van. Ja. Lelijke zaak, Langdon. Het is een hele schok voor je. Inderdaad, heel erg. Ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat het arme kind er zo erg aan toe zou zijn. Maar, Vlaanderen, ik wou je een dienst vragen. En die is? Kelburn is van plan alles op alles te zetten om de figuren die hiervoor verantwoordelijk zijn de politie in handen te spelen. Hij staat erop dat hieromtrent de nauwkeurigst mogelijke nasporingen worden gedaan. Geld mag hier geen enkel opzicht een rol bij spelen. Zo. En nou wou je graag met jou spreken, Vlaanderen. Indien mogelijk zou je vanmorgen wel graag willen ontmoeten. Zo. En geldt dat ook voor mevrouw Kelburn? Hoe bedoel je dat? Is het ook de wens van mevrouw Kelburn om het te spreken? Ja. Ja, natuurlijk. Tenminste, dat denk ik wel. Zij was het daar geloof ik wel mee eens. Goed. Zeg maar aan meneer Kelburn dat ik om 12 uur bij hem ben. Prachtig. Bedankt voorlopig, Vlaanderen. Ik zie je dan wel. Major, Langdon. Neem me niet kwalijk als ik je dit vraag, meneer Vlaanderen, maar wie is die meneer Langdon eigenlijk? Die is om zo te zeggen de eerste man in de zaak van Kelburn. Ja, ik ontmoette hem in het vliegtuig van New York naar hier. Kelburn had hem hier laten komen. Hij was blijkbaar in de veronderstelling dat Langdon zijn dochter in het rechte spoor zou kunnen brengen. En inderdaad schijnt hij ook 2 obscure zaakjes waar ze betrokken was te hebben opgeknapt. Destijds al in New York.
Dus hij liet hem helemaal van New York naar hier komen... omdat hij zelf niet tegen zijn eigen dochter opgewassen bleek? Mm-hmm. Het lijkt me nogal ver gezocht. Ja, die Langdon, is dat een man van een jaar of 50, niet groot van stuk... en wees dat door zijn haar heen te groeien? Ja, dat is hem wel, ja. Hij was in de buurt toen ik Kelburn aan zijn vrouw ondervroeg... maar ze hebben hem niet aan mij voorgesteld. Begrijpelijk wel, want ze waren vrij erg overstuur. Dat spreekt. Nou, dan gaan we maar weer, mevrouw Vlaanderen. Tot ziens, inspecteur. U hebt er geen bezwaar tegen als ik eens met Kelburn ga praten vanmorgen, inspecteur? Maar niet in het minst, meneer Vlaanderen. Waarom zou ik? We leven in een vrij land, zeggen ze wel eens. Het gaat er helemaal niet om dat ik de politie niet vertrouw of waardeer, meneer Vlaanderen. Ik stel me alleen voor dat een zaak als deze niet ten onder mag gaan aan de gewone routineonderzoek zoals we dat van de politie kennen. Me dunkt, hier is een zekere verbeeldingskracht, een persoonlijke manier van de zaak aanpakken, dringend noodzakelijk. Een wijze van werken die we bij de politie door overigens verklaarbare omstandigheden maar al te vaak missen... Pardon, meneer Kelburn. Ik heb nu al jaren met onze politie samengewerkt. En ik kan u verzekeren dat verreweg het merendeel van de mensen dat bij de jaart verbonden is... uitermate scherpzinnig, intelligent en uiterst bekwaam zijn werk doet. Ja, bekwaam. Maar zo langzaam, dat is wat me hindert. Langzaam, meneer Vlaanderen. Mijn dochter is vermoord, meneer. Mijn enig kind. Het is mijn vermogen waard om het zwijn te achterhalen dat hiervoor verantwoordelijk is. Noem me een bedrag en ik verzeker... Een zaak als deze is niet zomaar op te lossen met welk bedrag dan ook, meneer Kelburn. Het gaat hier om een probleem. Oh, dat... Lynn, ik dacht al, waar blijf je? Meneer Vlaanderen, mag ik u mijn vrouw voorstellen? Mevrouw Kelburn, hoe maakt u het? Meneer Vlaanderen. U kent mijn vrouw, geloof ik. Jazeker. Hoe gaat het met Ina? Uitstekend, dank u. Ze heeft nog op u gewacht vanmorgen. Gewacht? Op mij? Ja. We verwachten u vanmorgen om 9:00, zoals we hadden afgesproken. Huh? Maar ja, ik begrijp wel dat deze zaak nu... Nee, neemt u me niet kwalijk, meneer Vlaanderen, maar ik begrijp u niet. Was u in de veronderstelling dat mijn vrouw bij u thuis zou komen vanmorgen? Inderdaad, ja. Hoe kwam u daarbij? Nou, omdat ze me heel vroeg in de morgen heeft opgebeld om die afspraak te maken. Ik? Nee. Ik? U opgebeld? Ja. Maar wanneer dan? Om 3:00 vanmorgen ongeveer. Oh, dat is toch onzin? Oh, nee. Ik kan u verzekeren dat mijn vrouw u niet heeft opgebeld, meneer Vlaanderen. We hebben dezelfde slaapkamer. Als mijn vrouw u op dat uur zou hebben opgebeld, dan zou ik dat weten. Ja, en waar zou ik u dan over hebben opgebeld? U zei dat u vermoedde... Nou, vermoedde? Wat? Dat uw stiefdochter vermoord zou worden. Mijn hemel. Meen je dat in ernst? Maar dat is belachelijk. Ja, maar wacht eens even. Dat is al de tweede maal dat ik ervan verdacht word op een geheimzinnige manier te hebben opgebeld. Ik heb uw vrouw een paar weken geleden ontmoet... En toen vertelde ze me ook al dat ik er opgebeld zou hebben. Ik zou toen gevraagd hebben om een onderhoud met u. Ik begreep er toen ook al niets van. Het was dus ook toen niet uw bedoeling om mij te spreken? Wel, nee. En ik heb toen ook helemaal niet gebeld. Nou, dat is dus iemand anders geweest. Mevrouw Kelburn, uw man heeft me gevraagd deze zaak in onderzoek te nemen. En om te beginnen zou ik u dan willen vragen of u mij zou kunnen helpen. Ja, natuurlijk. Ik vraag me alleen af hoe. Nou dan, allereerst... Kunt u mij zeggen waar Julia haar kleren kocht? Het spijt me, maar ik geloof niet dat ik u dat kan zeggen. Ze maakte zich nooit erg druk over haar garderobe. Maar zou u er wel achter kunnen komen? Och, ja, dat nou misschien wel. Ik interesseer me bepaaldelijk voor de mantel die zij droeg. De regenmantel waarin men haar vond. Er was een label achter in de kraag. En daar stond wel een naam op. Margot? Ja. Zegt die naam u iets? Nee, echt niet. Maar ik kan het wel informeren als ik u daarmee kan helpen. Daar zou u me zeer mee verplichten, mevrouw Kelburn. Meneer Vlaanderen, natuurlijk zal er wel iets zijn waar wij vandaag of morgen u mee behulpzaam kunnen zijn. Waarschijnlijk zal dat dan wel belangrijker zijn dan een inlichting over een mantel. Meneer Vlaanderen weet heus wel wat hij doet, George. U hebt mijn telefoonnummer toch, als u mij bereiken wilt, mevrouw Kelburn? Ja, natuurlijk. Of nee? Nee, ik geloof van niet, nee. Ah. Enfin, u vindt me dan wel in het boek. Mm-hmm. U wilt me dan nu wel excuseren, meneer Kelburn. Ik heb een afspraak in de stad. Heb je de wagen bij je? Nee, ik neem wel even een taxi. Ik breng je wel even. Ik moet in West End zijn. Dan graag, Langdon.
Tot ziens, mevrouw Calbaan. Meneer Vlaanderen. Ik hoop gauw iets van u te horen. U nog een kopje koffie, meneer? Nee, dank u. Zoals u wilt, meneer. Nou, dat was mijn ochtendje wel voor je, Paul. Wat vond jij van Linde Calburn? Ach, ik vond haar nogal vermakelijk, weet hij. Ja, in mijn ogen dan, hoor. Paul, geloof jij nou eigenlijk dat de mensen die mij ontvoerden verantwoordelijk zijn voor deze moord? Ja, dat geloof ik zeker. En ik geloof ook wel dat ik de reden weet waarom ze je ontvoerden. Werkelijk? Ja. Terwijl ik in Amerika was, verscheen er in een van de Engelse bladen een verslag waarin stond dat... Waar heb ik het? Ja, ik heb het hier. Lees zelf maar. Hoe zegt het? Dat gaat helemaal over die man waar inspecteur Rien het over had. De heler. Ja. Oh, maar wacht, nou staat hier dat Scotland Yard jou gevraagd heeft te helpen bij het vaststellen van de identiteit van die man. Hoe keurig en voorzichtig uitgedrukt, moet ik zeggen. Oh, en hier dat je je tournee door Amerika daarom bekort hebt. Is dat zo, Paul? Nee, dat is een krantenverzinseltje. Sir Graham heeft nooit over die heler met mij gesproken. Oh, maar nou denk jij dat iemand dit gelezen heeft? En... Ik denk dat de heler dit verhaal zelf gelezen heeft en het ook geloofde. Herinner je maar wat die kerel tegen je zei, Ina? We hebben dit alleen maar gedaan als een waarschuwing, zei hij, om te bewijzen dat zoiets heel goed mogelijk is. Ja? Dus van nu af aan heb je wel degelijk goed op je tellen te passen, kindje. Mm-hmm. Je laat alleen Charlie naar de voordeur gaan als er gebeld wordt. En als je enigszins kunt, ga dan niet alleen op stap. Nee. En laat vooral een boodschap achter waar je heen bent. Reageer nooit op welk telefoontje ook zonder de zaak degelijk te onderzoeken. Enfin, je weet het gewone routinewerk. Mm-hmm. De routine. Sapristi, wat is die weg slecht hier? Vind je niet op, liefje? Ik rij graag, dat weet je toch? De hemel zij dank, ja. Dit is het slechtste stuk, zie je? Ja. Zo, nou, geef hem nou zijn portie maar. Ja, het is best, Corina. Je hoed staat recht. Mijn hoed? Ja. Daar zat je toch zo voor in de spiegel te kijken? Nee, om je de waarheid te zeggen, ik keek naar die wagen die steeds achter ons aan zit. Achter ons aan? Ja. Je bedoelt met die jonge man, met die donkere bril op? Ja, hij stond voor de deur toen ik wegging en is me gevolgd toen ik naar dat restaurant reed. Zo. Sapristi. Herken jij die knaap niet, Ina? Nee, met die brillen op zijn ze allemaal hetzelfde. Jawel, maar... Ina, die zijstraat daar. Ga die zijstraat links daarin. Goed. Wat moet dat, Paul? Ja, zie je. Hij komt ons achterop. Ja. Ga achter die vrachtwagen staan, bij het stoplicht. Zo dicht mogelijk aan de trottoirband. Goed, je hebt het maar voor te zeggen. Wat ga je doen? Ik ga eruit. Ga jij door naar huis. Binnen een uur ben ik erbij. Ja, goed, maar wat ga je nou... Voorzichtig maar en tot straks, liefje. Hey. Wat moet dat betekenen? Dit is geen taxi, vader. Rij op. Ik vertel het je straks wel. Maak het een beetje. Wie ben je eigenlijk? Rij op. De mensen worden ongeduldig, jongeman. De mensen kunnen me gestolen worden. Rij op, zeg ik.
En die wagen, daar hoef je niet meer te volgen. Daar kan ik alles van vertellen wat je weten wil. Waar hebt u het eigenlijk over? Je weet drommels goed waar ik het over heb. Je hebt achter die wagen aangezeten. Dan zou ik je willen voorstellen hier Regent's Park in te rijden. Ik wou daar even een babbeltje met je hebben. Ik? Zoals u wilt. Goed, in Vlaanderen. Zo, ik zou de motor maar afzetten, meneer Wyman. Hebt u me dan herkend? Natuurlijk. Nou, vertel maar eens op. Waarom zit je steeds achter ons aan? De zaak zit zo, meneer Vlaanderen. Ik heb wel eens wat over u gelezen in kranten en zo, en ik dacht... Ik zit zwaar in de boot, meneer Vlaanderen. En toen dacht ik zo, u zou mij misschien wel een hint kunnen geven. Ik heb zo'n beetje bij uw huis rondgehangen om te proberen u te pakken te krijgen, maar ik had hem zo te zeggen het lef niet om... Nou, zeg maar, wat zit je zo dwars, Wyman? De politie, meneer Vlaanderen. Die hebben ineens de pik op me. Die hoofdinspecteur, die Rain, die zit me achter mijn vodden. Die verdenkt me niet meer of minder dan van een moord. Julia Kelburn, bedoel je? Precies. En ik zweer je dat ik er geen notie van had dat ze dood was. Die Rain is zowat een uur met me bezig geweest. Maar alles wat ik hem vertellen kon was dat ik om 1 uur van de club ben weggereden en toen direct door naar huis gegaan ben. Zo. In hoeverre was je bevriend met die Julia Kelburn? Hangt er vanaf wat je onder bevriend verstaat. Hoe heb je haar voor het eerst ontmoet? Ze kwam met een clubje mee. Ja, wat er elke avond rondhangt. Zijn vaadoek. Met haar haar is ragebol. Ja, mijn eerste indruk was dat ze een nozenmeisje was. We kwamen in gesprek. Ze scheen de gein op het te gooien. De volgende avond kwam ze weer en toen... Ze zag eruit. Nou, geregeld een filmster. Wist je dat haar vader een rijk man is? In het begin niet. Ze liet er tenminste niks van blijken. Maar later begon ze met geld te smijten. En toen begreep ik wel dat er op de een of andere manier poen achter moest zitten. Ze was niet kwaad hoor. Op de een of andere manier vond ik haar wel aardig... Maar zo langzamerhand liet ze me niet meer los. In de club rondhangen, afspraakjes in een restaurant... met me opwachten aan de tv-studio's. Fijn, u kent dat wel. Nee, dat ken ik niet. Vertel maar eens verder. Nou ja, het was zo'n kind dat eigenlijk met haarzelf geen raad wist, hè. Beetje verknipt misschien, weet ik veel. Gaf handenvol geld uit aan psychiaters. Zo? Wie heeft je dat verteld? Zij zelf. Ze kwam nogal veel bij een pil in Wimpole Street. Bankeray, geloof ik, heette die. Ja, Bankeray. Heb je dat ook aan inspecteur Rain verteld? Wel, nee. Ik heb hem niet meer verteld dan nodig was. Zo. Ik ken die gladdakkers. Toen ik een kind was, toen heb ik... Hé, hey, wat moet die wagen? Wat is dat? Die komt verdomme recht op ons af. Ja, daar, niet uit, man. We krijgen hem niet open. Zo, bent u daar, meneer Vlaanderen? Hoe is het met Wyman, dokter? Oh, dat loopt wel los. Een lelijke wond boven zijn rechteroog. En, nou ja, hij is de schrik nog niet te boven. Maar ik heb hem een slaappoedertje gegeven. Mooie botsing zeker, hè? En wat? Precies uitgekiend. Maar goed dat u je positieve zo bij elkaar had. Was een dubbeltje op zijn kant. Zo, meneer Vlaanderen. Alles goed? Best. Een beetje geluk, hè? Dat moet er toch altijd wel bij komen. Zeg dat wel, ja. Nou, meneer Vlaanderen, dan ga ik maar weer. Bedankt, dokter. Oh ja, kan Wyman weer gewoon naar huis? Over een uurtje, denk ik. Mooi, dan praat ik later nog wel even met hem. Hoe staat het met die andere vent, die chauffeur? Een paar blauwe plekken en een kapotte kaak. Hoe heet die? Ja, Ted Angus. Wat? Een schot, dat is een spraak te horen. Ted Angus? Ja. Kent u hem? Nee, ik geloof het toch niet. Ik heb Glasgow opgebeld. Ze kennen hem daar wel. Maar ze hebben toch nooit vat op hem kunnen krijgen. Ik denk wel niet dat we hem langer dan een paar uur vast kunnen houden. Wat voert hij uit voor de kost? Van alles. Punisseur, op kermissen. Koopman is het in zijn kamer te pas komt.
acrobaat des doods. Ja, volgens Glasgow schijnt hij de hand gehad te hebben in een paar ruitentikkerszaakjes bij juweliers. Maar hij heeft zich altijd weten te drukken. Ik denk eigenlijk niet dat hij achter u aan zat. Ik geloof eerder dat hij die Wyman te pakken probeerde te krijgen. Die wagen was van Wyman, niet? Ja, daar kunt u wel gelijk in hebben, ja. Ik wil even mevrouw bellen. Kan ik daar maar met die Engels even een babbeltje hebben? Natuurlijk. U kunt er hier wel even bellen. Ja. Maar meneer, geloof me nou toch. Het was een ongeluk. De stuurrichting was aan de knoppen. Zag u er niet hoe ik aan het stuur zat te rukken? Het spijt me, Engels, maar ik geloof er geen woord van. Maar meneer, wat voor reden kan ik nou hebben om een wild vreemde overhoop te gaan rijden? Reden genoeg, Engels, als de beloning groot genoeg is. Hé, weet wel wat je zegt, meneer. Gelukkig voor u dat er geen getuigen bij binnen. Ja, wie denk je eigenlijk wel dat je bent? Komt hier binnen om een onschuldig mens te beledigen en te beschuldigen. Ik ben Paul Vlaanderen en het heeft geen haar geschreven dat ik was hier op het ogenblik inderdaad niet geweest. Vlaanderen? Oh, die boekieschrijver. Nou dan, waarom zou ik u dwars willen zitten? Dat wou ik nou zo graag van jou weten, Engels. Wie heeft je de opdracht gegeven om uit de weg te ruimen? Niemand, meneer. Zo? Niemand. Niemand. Dan was het toch zeker wel de bedoeling om Tony Wyman dood te rijden, niet? Tony Wyman? Van de TV? Man, schijn er toch uit. Ik ben helemaal weg van die vrije. Vertel op. Ze hebben jou betaald om Wyman de das om te doen. Is dat waar of niet? Dat is misschien stuf voor je boekjes, meneer. Maar eerlijke mensen als ik zijn voor dat soort karwijkers niet te vinden. Nee, je bent er helemaal naast. Zo. Nou, je hebt het er nou wel over dat je zo eerlijk bent. Maar ik zou wel graag willen dat je dat anders probeerde te bewijzen. Wat voer je uit voor de kost? Ik ben je vreugd van mijn vak. Wie is je baas? Bijzonder werk op het ogenblik. Wat deed je dan in die wagen? Ik reed voor een vriend van me, garagehouwer. Welke garage? De twee provincies, in Mill Hill. Ah. Heb je dat ook aan de politie verteld? Ja. Ja, dat hebben ze direct nagegaan. Alles hebben ze trouwens nagegaan. Je verprutst je het uit, meneer. Het was een ongeluk wat ik je zeg. Ik zal je nog één ding zeggen, Engels. En dat kan je als een ernstige waarschuwing beschouwen. Ongeluk of niet. Maar de mensen waar jij voor werkt, staan voor niets. Ik zei het toch al dat ik voor niemand werk. Als jij je werk voor die lui gedaan hebt, dan trappen ze je weg. Reken daar maar op. En ook dat zullen ze zeker niet half doen. Knop dat vooral goed in je oren. Ik kan heus wel op mezelf passen, meneer Vlaanderen. Dat hoop ik van harte voor je. Klaar? Ja, ik ben al zover. Wanneer laten jullie me er hier uit? De brigadier komt direct terug om je nog het een en ander te vragen en dan kun je je gang gaan. Ja. Zal het tijd worden? Mijn te behandelen als een boef. Kom mee, Vlaanderen. Meneer Vlaanderen. Ja? Weet u ook hoe het met die jonge man is die... hoe heet hij nou ook weer? Wyman, Angus. Ik dacht dat je zo'n bewonderaar van hem was. Hij is er lelijk aan toe. Heel lelijk. Je hebt je werk goed gedaan. Vertel dat maar aan je opdrachtgever. Wat denkt u van hem? Die is zo scheef als de toren van Pisa. Jammer dat je hem niet kan vasthouden, Rain. Ja, daar is nu helemaal niks aan te doen. Hij zweert erbij dat de besturing kapot was. Het is nog mogelijk ook. De boel zat zo krom als een hoepel. Sapristi, Ina, kind, wat ben je somber vanavond. Dat weet ik, ja. Maar ik kan dat auto-ongeluk maar niet van me afzetten. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Ach, er is toch niets gebeurd, kindje. Ik begrijp niet dat de politie die vent niet heeft vastgehouden. Iedere dag lees je in de krant dat er mensen om de een of andere minder ernstige reden worden ingesloten. De politie laat niet alles los, Ina. Ja, Charlie? Ik heb het, meneer. Wat? Meneer moest de telefoonnummer hebben. Oh ja, geef maar. Kijk eens, hier staat het, meneer. Dr. Bankeray, Wimpole Street 34A. Wimpole Street 34A, ja, dat is het. Dankjewel, Charlie. Nog iets, meneer? Nee, laat het boek maar hier, hè. Okidoki. Wat is dat? Nou, die,
Die Tony Wyman vertelde me dat Julia Kelburn een tijdje geleden een psychiater geconsulteerd heeft. Een zekere dokter Bankeray. Ik denk dat het geen kwaad kan als ik eens met die man ga praten. Waarom? Nou, ik wil wel eens graag weten waarover zij hem geconsulteerd heeft. Met het huis van dokter Bankeray? Daar spreek je mee. Kan ik de dokter even spreken? Met wie kan ik zeggen? Vlaanderen. Oh. Blijft u even toestel? Wat is dat, Paul? Je kijkt toch... Ik zou er een eet op durven doen. Die man aan de telefoon. Ted Angus. Hoe kan dat nou? Ik bedoel... Met wie spreek ik? Spreek ik met dokter Bankeray? U spreekt met de secretaris van dokter Bankeray. Dokter is de stad uit. Oh, met Vlaanderen. Ik wil graag even een afspraak maken. Dan kunt u tegen het eind van de maand nog wel even voorbellen. Ja, maar ik... Na de 25e, dan zal ik mijn afspraak voor u kunnen noteren. Ja, maar dat zal misschien... Goeiedag, meneer. Als je me nou... Wat zei die? Hij gooide de horen op de haak. Zo, rustig. Nou, als hij de secretaris is, dan vraag ik me af hoe die dokter er wel uit zal zien. Ja? Wat is het, Charlie? Een zekere mevrouw Kelburn, voor meneer. Ja, laat me gewoon binnen. Oké dan. Verwacht je Linda Kelburn? Nee, maar ik vroeg haar me op te bellen als ze verder nog nieuws zou hebben. Wat voor nieuws zou ze kunnen hebben? Ik heb haar gevraagd te informeren waar Julia haar kleren vandaan had. Mm-hmm. Ik dacht misschien... Mevrouw Kelburn, meneer. Ach, dag Linde. Dag Ina. Hoe gaat het? Heel goed, dank je. Gaat u zitten, mevrouw. Wat mag ik u aanbieden? Nee, ik zal niets gebruiken, dank u. Ik ben nogal gehaast. Ik heb nog een paar afspraken in de stad. Een dinertje bij kennissen en zo. Maar zoals ik u beloofd had, meneer Vlaanderen, heb ik een paar informaties gedaan in zaken Julia's garderobe. Om te beginnen heb ik er kleren nagekeken. Maar nergens vond ik iets dat ook maar enigszins leek op de naam Margot. Juist. Maar ik ben er wel achter gekomen dat bijna alle kleren, ik bedoel dan er behoorlijke kleren... Mm-hmm. afkomstig waren van Daphne Drake in Bond Street. Oh, ik ken die zaak wel. Eerste klas. Dat schijnt zo, ja. Ik zelf koop daar niet. Had Julia een uitgebreide garderobe? Dat wel, ja. Maar Julia was nogal een wispelturig persoontje. Ze kon maandenlang in spijkerbroeken en trui rondlopen... om dan ineens te verschijnen als een filmdiva. Waarvoor ze dan de gekste inkopen deed. Ja. Je kon ook wat dat betreft nooit staat op haar maken... Ook wat dat betreft, zei u? Ja. Keuze van vrienden en vriendinnen bijvoorbeeld. Tot in het belachelijke soms. Ja, dat kwam natuurlijk ook wel omdat George haar hoegenaamd niet aankon. En je mocht er ook nooit iets van zeggen. Ja, misschien wel begrijpelijk, maar het irriteerde me natuurlijk toch wel bij tijden. Had u wel eens geprobeerd haar in het goede spoor te leiden, mevrouw Kelburn? Nee, dat was toch niet mijn zaak. Maar jullie waren toch goede vriendinnen, niet? Oh ja, voor zover dat mogelijk was. Maar de grote moeilijkheden begonnen toch... toen George op zijn heupen kreeg vanwege die Tony Wyman... en er de wet wilde gaan voorschrijven. Dat was iets wat ze hoegenaamd niet verdroeg. Je had maar tegen haar te zeggen dat ze dit of dat niet kon krijgen... en al kwam de onderste steen boven. Ze moest het dan hebben. Ja, ik ken dat, ja. Hoe is het nu met je man, Linde? Ach, is nou erg van streek natuurlijk. Het is een enorme schok voor hem geweest. De dokter heeft hem een injectie moeten geven van het een of ander. Hij sliep toen ik wegging. Nieuws hebt u verder zeker nog niet, meneer Vlaanderen? De politie heeft er geen idee van wie het gedaan kan hebben. Nee, ik heb verder nog niets gehoord, mevrouw Kelburn. Ja, dan ga ik nu maar... Ik ben u erg dankbaar dat u even bent komen oplopen, mevrouw Kelburn. En mocht er iets zijn dat u belangrijk voorkomt, laat het me dan even weten, wilt u? Ja, natuurlijk doe ik dat, meneer Vlaanderen. Ik laat je even uitlinden. Graag, ja. Nou, ik hoop maar dat ze het gezellig zal hebben op dat dinertje. Jij mag haar geloof ik niet, is het wat, Paul? Nee. Maar ik ben toch wel blij dat ze even kwam oplopen. Ik vraag me af of de moordenzaak van die Daphne Drake de moeite waard is om eens te gaan bekijken. Nou ja, één ding kan ik jou wel zeggen. Die mantel die we in de wagen gevonden hebben was zeker niet van Drake. Hoe weet je dat? Dat soort goed verkopen ze daar niet.
Ze hebben daar alleen maar veel duurdere dingen. Chique, maar duur. Weet je, Paul, ik kon er morgen misschien wel eens even binnenlopen en eens gaan rondneuzen. Ja, ik herinner me. Wat? Nou, ik ken dat rondneuzen van jou. Maar het is inderdaad geen slecht idee. Dank je, liefje. Ja, maar Ina. Ja, Paul. Eén jurkje, hoor. Denk erom. Eén. Ja, Paul. Oh, maar dit stond u schattig, mevrouw. En die kleur, werkelijk als geschapen bij uw teint. Misschien wilt u het nog eens even aantrekken. Och, nee, nee, dat hoeft echt niet meer. U hebt gelijk, het is een dotje. Ik zal dit maar nemen. Graag, mevrouw. Zal ik het laten bezorgen? Ja, hier heeft u mijn adres. Het kan misschien een paar dagen duren vanwege de veranderingetjes, maar u heeft het zo gauw mogelijk thuis. Mooi. Is er nog iets wat ik u mag laten zien, mevrouw Vlaanderen? Nee, ik geloof het niet, nee. Oh ja, wat ik nog vragen wou. Een vriendin van mij heeft een jas gekocht. Een regenmantel. Ik vond hem direct erg mooi, maar ze wou me voor geen geld zeggen waar ze die vandaan had. Alleen, toen heb ik stiekem even gekeken. Achter binnen in de kraag op de label stond de naam Margot. Margot? Ja, kan dat misschien het merk zijn van de fabrikant of van de importeur of zo? Dat zou ik u echt niet kunnen zeggen, mevrouw. Het spijt me. Margot? Ja, ja, Margot. Nee, nee, ik heb de naam ook nog nooit gehoord. Maar we kunnen u wel in de goede klasse iets op dat gebied laten zien. We hebben toevallig een paar modellen aangekregen die... Ja, wat is er, Jane? Mag ik even, juffrouw Elsie? De coupeuse zegt dat de mantel van Dr. Bankeray klaar is. Moet die naar haar adres in... Nee, Jane, die moet opgestuurd worden naar haar adres in Westerton. Goed, juffrouw. Als u nog even tijd heeft, mevrouw Vlaanderen, dan laat ik u die mantel eens even zien. Hoe het verplicht u tot niets? Dat is werkelijk de moeite waard. Deze kant uit. Zo, Ina. Ik dacht al, waar blijf je? Heb je de hele zaak leeg gekocht? Nee, jochie, dat heb ik niet. En vertel eens. Nou, meneer Vlaanderen, ik heb toch wel nieuws voor jou. Over Margot? Nee, ze hebben nooit van die naam gehoord. Dat zeiden ze tenminste. Maar ik zal je vertellen waar ze wel van gehoord hebben. Nou? Dr. Bankeray. Dr. Bankeray? Zij is een klant van ze. Zij? Meen je dat nou, Ina? Ik ben doodernstig, mijn jong. Alsjeblieft. Ik was ervan overtuigd dat Bankeray een man was. Het is helemaal niet bij me opgekomen dat... Sapristi. Ik moet uit gaan kijken, liefje. Ik begin af te takelen. Nou, ga door. Vertel wat je gehoord hebt. Nou, Dr. Bankeray heeft er blijkbaar een mantel gekocht. En of de duvel ermee speelde, ik hoorde net een van de meisjes vragen waar die naartoe gestuurd moest worden. Ze schijnt ergens buiten de stad te wonen. Weet je ook waar? Westerton, kan dat? Westerton? Ja, waar ligt dat ergens? De naam komt me wel bekend voor. Ach, maar dat ligt in Kent. Ik denk 50 kilometer hier vandaan. Het is een mooi plaatsje. Er is daar een soort herberg. Zo'n landelijk cafeetje. Het Rode Hert heet dat, geloof ik. Ach, maar ik ken die baas daar toch. Hoe heet die vent nog weer? Hakert. Ach, ja, natuurlijk. Een jaar of wat geleden zijn we er eens een weekendje geweest. Ach, natuurlijk, kindje. Die Hakert is zo'n verschrompeld oud kereltje met een kraalkoppie. Hij vroeg je toen nog om je handtekening in een van je boeken voor hem te schrijven. En toen liep zijn vulpen erop leeg. Precies, die is het. Maar toch een beetje gekke plaats voor een psychiater om te wonen, vind je niet? Oh ja, zal zo'n buitenoptrekje van daar zijn. Ze woont in Wimpole Street. Daar heb ik haar opgebeld, dat weet je. Ach ja, natuurlijk. En luister nou eens, Ina. Die Dr. Bankeray interesseert me om, ik weet nog niet welke reden. Als we nou eens nagaan. Primo, Julia Calburn heeft haar geconsulteerd. En secundo, ik geloof nog steeds dat die oude knaap, die Angus, daar aan de telefoon kwam. Dat betekent, veronderstel ik, dat we weer eens een weekendje in Westerton gaan doorbrengen. Hoe raak je het zo? Ik zal u weer eens een pint inschenken met een mooie manchette, hè? Ja. Ja, ik weet het nog, hoor. Graag, graag.
Zeg, je brouwt nog altijd je eigen bier, zie ik, hè? Ja, daar is een troepkort voor me, ja. Van mijlen ver weg komen ze hier naartoe om te proeven wat bier nou eigenlijk wel is, ja. Tot uit Londen toe, zei je me wel eens, hè? Ja, zeker, zeker. En verder ook nog wel, hoor. Van Londen gesproken, ken je een zekere dokter Bankeray hier in de buurt? U bedoelt die dokter Reis, die daar een stukje land van Miller gekocht heeft? Een Fine Lane? Ja, dat zal dezelfde wel zijn, ja. Ze heeft toch geen praktijk daar, wel? Nee, mevrouw Vlaanderen. Tenminste niet voor de mensen hier het dorp, hoor. Ze is, hoe heet het nou eigenlijk alweer? Van de speciale... Specialisten? Precies, ja. Mm. Mensen met de zenuwen, geloof ik. Die behandelt ze, ja. Maar ze heeft daar een mooie woning, zeggen ze, hoor. Nou, twee landhuisjes heeft ze er een van gemaakt, ja. Mm-hmm. Een van mijn klantjes is werkster bij haar. Oh, die rokt er maar niet over uitgepraat, hè. Heb je de dokter wel eens gesproken? Nee, dat niet, nee. Maar ik zie er wel eens hier rondlopen, hoor. Een markant vrouwspersoon, zo te zeggen, hè. Mm. Yeah. Heeft ze veel vrienden hier? In het dorp, bedoel ik? Oh, nee, nee. Hoewel de juffrouw Fletcher, die werkster dan, die is, om zo te zeggen, de enige die er kent. Hoewel... Nou werkt ze er weer niet, hè? Nee, nee, al een jaar is ze niet met beide geweest. Maar je moet geen kwaad woord van de dokter zeggen, hoor. Ze zegt dat het op en top en domen is. Waar is dat ergens, Fine Lane? Nou, een kilometer of 16 vandaan. Ja, het huis staat heel erg alleen. Midden in zowat een vierkante kilometer opgaand hout, zo, hè? Dat is nogal eenzaam, hè? Nou, dat zeker, mevrouw Vlaanderen, zeker, hoor. Maar het is er mooi, hoor. Heel mooi. Mooi bos en een beetje aan het eind van de laan. Meneer Harcourt? Ja, ik kom, Missy. Ogenblikje, meneer Vlaanderen. Hij hangt. Wil u de wagen misschien wegzetten, meneer? Ik heb nog een box vrij. Nee, merci. Misschien gaan we na het eten nog even een toertje maken. Zo u wil, hoor. Die bennen hier thuis, hè? Wil je die juffrouw Fletcher gaan opzoeken? Laat dan misschien... Nee, dat is toch misschien niet verstandig. We kunnen niet te veel aandacht trekken. Mm-hmm. Nou, wat vind jij van dat bier, vrouwtje? Dat bier? Nog zo'n half pintje en dan ga ik de aandacht trekken. Voel nou al een pracht van een samba in mijn benen. Geen wonder dat ze hier zulk goed bier brouwen. Ik zie niets dan velden met hop. Ja. Wat staat daar op dat bord, Ina? Kun je dat lezen? Waar? Oh, wacht, laat eens kijken. Fine Lane. Ja, dat dacht ik al. Nou, we zetten hem hier in het gras. Dan gaan we een eindje wandelen. Het begint anders flink donker te worden. Nee, dat vind ik toch niet. Ik neem de zaklantaarn mee. De stramme leden strekken. Wat wil je gaan zien? Dat huis? Ja. Als je maar niet denkt dat ik door dat gras ga baggeren met deze schoentjes aan. Ja. Nou, die Fred Hakert had wel gelijk. Tja. Het is hier behoorlijk eenzaam, zeg. Mm-hmm. Nog verder gaan, Paul. Ja, zal ik alleen gaan? Nee, zeg alsjeblieft. Nou, we gaan daar, tot die hoge beukenboom daar. Zie je? En dan gaan we weer terug. Wat gek dat we dat huis nou nog steeds niet ontdekt hebben. Ja. Wacht eens, daar. Daar zie ik een licht tussen de bomen. Zie je wel? Dat is nog een heel eind weg. Ja, en het komt me ook voor dat... Wat was dat? Het is net of ik iemand hoor roepen. Een man, geloof ik. Kwam het niet vandaar, Paul? Stil eens in. Even niet zeggen, Ina. Hoor je wel? Shit, het is een man. Een man die misschien een ongeluk... Daar uit dat bosje komt het, Paul. Ja, kom. Geef me je hand, Ina. Hij heeft de zaklantaarn? Ja. Ja, hij moet hier ergens zijn... Oh.
Paul. Sapristi. Wat? Weet jij wie het is? Jazeker. Wie is het dan? Het is Ted Angus. Ted Angus? Ja. Sapristi, kijk eens even. Oh. Wat hebben ze niet te pakken gehad? Arme kerel. Oh, raak me niet aan. Pijn. Ik heb pijn. Niet aanraken. Goed volk, Angus. Niemand wil je kwaad doen, jongen. Ik ben Vlaanderen. Wie ben je? Paul Vlaanderen, herinner je nog maar. We hebben elkaar gezien op die politiepost. Oh, ja, ik weet het al. Luister, Vlaanderen. Ja, Angus? Het is heel belangrijk wat ik je vraag. Vraag je vrouw Fletcher over... Ja, ga door, Ted. Ik luister. Vraag mevrouw Fletcher over... Nou, waarover dan? Over dokter Benkeley? Nee. Vraag haar over die mantel. Ted Angus was de tweede episode van Paul Vlaanderen en het Mago-mysterie. Een detective-hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griend. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Jan van Ees. Ina zijn vrouw, Eva Janssen. Inspecteur Rain, Huip Oerizant. Mike Langdon, Rob Gierhuis. George Calburn, Wam Heskes. Linda Calburn, Dorie Rugani. Tony Wyman, Harry Bronk. Dr. Jenkins, Frans Somers. Ted Angus, Jos van Turenhout. Charlie, Donald de Marcas. Larry Cross, Jan Borkes. Elsie Jackson, Ingrid van Bentham. Jane, Ellie den Haring. En Fred Harcourt, Tony Folletta. De regie had Dick van Putten.